Mijn naam is Ingeborg Smit. Ik ben restaurator moderne kunst en schilderij in het Rijksmuseum Twente in Enschede. Nou, voordat een werk überhaupt behandeld wordt, wordt het gedocumenteerd en ook met fotografie. En wordt het onderzocht met verschillende lichtbronnen. Onder andere met UV. Alle materialen fluoriseren verschillend in UV-licht. Dus het is voor een deel zeg maar herkenning van bindmeel en pigment. Maar we gebruiken nog dramatischer licht om het werk in strijklicht te fotograferen. En dan kijk je echt naar de oppervlaktestructuur, die leg je dan vast. Oppervlaktevuil verwijderen is eigenlijk heel standaard bij de behandeling van schilderijen, van alle kunstwerken. Niet alleen omdat het er lelijk uitziet, maar ook stof kan vocht vasthouden. Dan is dat ook een hele goede grond voor schimmels. Dit is een stereomicroscoop. Waarmee je tot 40 keer kunt vergroten. Ik ga testjes doen met gedemineraliseerd water, met een waterstokje. En kijken van, oké, hoe moet ik dit schoonmaken? Kan ik zeg maar een beetje wrijven? Of moet ik nog voorzichtiger doen, namelijk rollen met het wattenstaafje? Om zeker te weten dat ik geen oppervlakteveranderingen krijg. En moet ik ook telkens kijken of ik niet dat de verf niet afgeeft op mijn watje. Dus het vuil dat er afkomt is een beetje bruinig. Waarschijnlijk ook een deel nicotine. En ik ga op verschillende kleuren testen. Dan kan ik het verder zonder microscoop doen en dan kan je ook iets sneller werken. Het doek gaat uitrekken en weer krimpen, uitrekken en weer krimpen. Gewoon door de wisseling in het klimaat. Die verf doet dat niet. De verf is veel harder. Dus die moet op een gegeven moment, als er te veel krachten opstaan, te veel stress is, dan barst die verf. En als dat eenmaal een barst is, dan kan dat zeg maar steeds verder gaan. Het hoeft niet, maar het kan wel. Dus hier moet ik heel goed gaan kijken, ook met de microscoop, van hoe los zit deze verf of valt het wel mee. Moet ik preventief wat lijm in laten lopen? Moet ik verf neer gaan leggen, zodat het weer goed vast zit? Dit is zeker 10 tot 15 keer vergroting. En daarmee kan je heel goed de barsten in de verf van dit werk bestuderen. Maar met deze vergroting kan je ook goed zien dat het werk vuil is. Je ziet overal vezeltjes zitten en stofjes. Ik ga nu verschillende lijmen testen. En dit is steurlijm, die is warm. Die is gemaakt van de zwemblaas van de steur. Het loopt er wel onder, maar een beetje moeizaam. Die oppervlaktespanning van de lijm is een beetje te hoog. Maar ik denk niet dat dit hem gaat worden. Dan ga ik nog even een andere lijm proberen. Synthetische hars. Om opstaande en losse verf te consolideren, vast te zetten, heb je een heel scala aan lijmen tot je beschikking. En dat even kijken van welke soort lijm het beste geschikt is voor deze specifieke verf. Dat is hem niet, want dit is verdampt te snel. Het is ook een wat sterkere lijn. Die paraloid, dat loopt goed, het ziet er goed uit. En ik denk dat dat beter gaat werken. Verder is het zo dat dit schilderij hele sterke hoekplooien heeft. En dat komt omdat de spanning van het doek op dit moment heel erg slap is. Nou is hier een heel gelijkmatig klimaat van 50% relatieve vochtigheid. Dus we laten het even hier staan, want als het zeg maar als het uit een hele vochtige omgeving komt, dan kan het daardoor zijn dat die hoekplooien er zijn. Dus dan ga je niet meteen ingrijpen, dan doe je het eerst een tijdje in een klimaat wat stabiel is. En dan kan je kijken van oké, er moet echt wat aan gedaan worden. Nou, dat soort plooien kan je verwijderen door het werk uit te spieren. Dus het werk zit op een spieraan. Er zitten kleine spietjes in de hoeken, die tik je aan en dan wordt die hoek zeg maar groter.
En dan gaat het doek dus zakken staan. Alleen in dit geval moet ik even kijken tot hoever ik dat kan doen. Omdat hier natuurlijk zo'n plakkaat dikke verf zit, dat ik daar niet te veel aan wil gaan trekken. Als geluid hoor je ongeveer de spanning. Een achterkantsbeschermingsplaat zorgt ervoor dat ten eerste het linnen aan de achterkant door het licht wat minder snel veroudert. Dat er geen stof en dergelijke dennennaalden, wat je al tegenkomt, tussen het doek en de spieraam komt. En ook dat het geheel wat stijver wordt. Dus die tordering die in de spieraam, zeker zo'n spieraam zonder kruis, toch altijd heeft, dat wordt dan wat minder. En gewoon stoten en dat soort dingen van de achterkant heb je ook een bescherming. En ten laatste, of eigenlijk het belangrijkste misschien wel, is dat de trillingen in het doek verminderen. Dus als het verplaatst wordt of als er een deur daarnaast dichtklapt, dan zie je altijd dat het doek trilt. Het is een soort trommelvel, zeg maar. En doordat je lucht opsluit achter het doek, heb je minder trillingen. Voor het aanvullen van missende verf, missende kleur, heb je ook weer heel veel verschillende middelen tot je beschikking. Verschillende pigmenten, verschillende bindmiddelen, verschillende verven. In dit geval heb ik gekozen om te retoucheren met aquarelverf, omdat het goed voldoet bij dit probleem qua glans. En ook is het makkelijk weer te verwijderen als iemand over een tijd niet met mijn keuze eens is. Bij schilderijen geschilderd in traditionele olieverf bij oude meesters is veel meer bekend dan bijvoorbeeld over moderne verf. En daar is nu ook heel veel onderzoek naar gaande. Het is zo'n groot scala van bindmiddelen en pigmenten. En het stoort mij dat ik het visueel zeg maar geen grip op krijg. Dat ik niet kan herkennen of iets een alkiet of een acrylverf is. Of dat de kunstenaar er nog gel toegevoegd heeft. Dus ik ben een soort referentiecollectie begonnen. Met allerlei verschillende moderne verven. Om te kijken of ik ze kan herkennen gewoon visueel, maar ook met een UV-lamp. Omdat al die verschillende verven van verschillende fabrikanten anders fluoriseren in ultraviolette straling. Het zou mijn leven ontzettend veel makkelijker maken als kunstenaars documenteren welke materialen ze gebruikt hebben.